Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 27 november 2015. Dus het bulletin van vrijdag. Vandaag dezelfde Contestia instellingen als gisteren. 8 tonen, dus 3, 5, 5, etc. Het is kennelijk niet bij iedereen zo, maar over het algemeen is het goed om te proberen het audio bij deze Contestia proef zo laag te zetten dat de data nog net goed schrijft. Als je hem sterker zet, dan gaat het vaker mis, is de indruk. Zoals ik al zei, het verschilt per amateur en waarschijnlijk dus per configuratie. Maar bij mij werkt het nog als op de waterval helemaal niets meer van de data te zien is zelfs. Vandaag een uitzending waar heel weinig tijd voor was en zal vermoedelijk daardoor ook kort zijn. Vooral ook omdat ik tijd moet vrijhouden voor de lange uitzending vanavond om 10:30 op PE3 UTR. Die uitzending die is tegenwoordig achteraf ook via YouTube /PA0ETE te beluisteren. Ja, 2 dagen geleden liep ik dus het nieuws mis dat er in Groningen een ontvanger voor PI2 NOS bijgekomen is. Nou ja, pro forma meld ik het dan nu nog maar even. Verder heeft DMR in België slechts enkele weken na Nederland brandmeister omarmd. Dat ging vergelijkbaar aan hier. Even proberen op een paar repeaters en het gevolg was dat de hele meute snel overschakelde. Iedereen roept dat ze zo blij zijn met het systeem. De WRC-15 is vandaag officieel beëindigd. De eerstvolgende is in 2019 de WRC-19. Maar het is goed nieuws vandaag, want ook het op de agenda plaatsen van 50 tot 54 MHz is voor 2019 dus gelukt. Een ander doel dus wat de amateurs hiermee hadden. Over de kwestie van aparte bandjes buiten de amateurbanden is op de laatste dag nog, dat zijn aparte bandjes voor satellieten, voor de Pico- en Nano-satellieten, is op de laatste dag nog gunstig besloten. Dat wil zeggen, of het was de ene laatste dag. Nou, dus een lekkere rommelige uitzending ook. Maar goed, dat wil dus zeggen dat 420 tot 450 MHz, zo groot is de 70 centimeter band in de Verenigde Staten, nu dus geheel geschrapt is voor niet-amateursatellieten. Voor de toekomst wordt gepraat over ofwel nieuwe allocaties buiten de amateurbanden en als er niets gevonden kan worden, dan een allocatie voor deze niet-amateur Pico- en Nano-satellieten tussen 150.05 en 174 MHz of een ander segment, of misschien wel beide, tussen 400.15 en 420 MHz. De eerstkomende jaren tot aan de volgende WRC zullen er dus nog steeds niet-amateur-satellietjes in de amateurband gepland kunnen worden. Ja, tijdens een QSO wat ik beluisterde van een aantal amateurs over amateurtelevisie bedacht ik me dat het misschien een aardig idee is. En volgens mij levert dat niet echt problemen op. Om eens met smalband DVB te testen op 50 MHz. Bijvoorbeeld op 51-250. Ik denk niet, de band is daar zo rustig dat daar heel veel mensen overlast van zullen hebben. Het is eigenlijk een ideale band wat dat betreft. 10 meter heeft toch wel wat vaak fasevervormingen die dit soort signalen zouden kunnen beschadigen. En de afstand die je op 50 tot 52 kunt maken. Die zijn dus echt fenomenaal, hè? Ook met weinig vermogen. Nadeel is wel dat er maximaal 30 watt gemaakt mag worden en je mag niet full duplex werken. Er zijn verschillende berichten over Windows 10 en de privacy. Paul P. H3DFR stuurde me een bericht dat dezelfde datalekkerij van de jongens en meisjes uit Seattle die voor Windows 10 geldt, je data doorsturen, dat die nu ook voor Windows 8 en Windows 7 worden uitgerold. Wat er bij Windows 10 standaard al in zit, wordt er bij de oudere versies achteraf nog ingepatcht. Dit volgens infoworld.com. En was er bij de introductie van Windows 10 veel commotie over het programma DiagTrack dat er ingebouwd zat. Dat programma lijkt door Microsoft te zijn verwijderd. Maar niets is dus minder waar. De dataverzamelaars hebben de tool simpelweg een ander naampje gegeven. Connected User Experiences and Telemetry. Die komt sinds begin november in Windows voor. En die stuurt onder andere, nou ja, het zijn niet zoveel gegevens en het is ook niet zo privacygevoelig. Maar wat ze meesturen is naam, mailadres, browser en applicatiegebruik, systeem superconfiguratie, zoekgedrag. Zowel op internet als op de lokale harde schijf. En dat ook voor eventueel met de PC gesynchroniseerde of aan de computer gekoppelde andere apparaten. Inclusief smartphones en de bel- en sms-gegevens die erop te vinden zijn. Je vraagt je toch af, zitten ze bij dat CPB misschien toch te slapen? Nou ja, zoals ik zei, een korte uitzending dus vandaag. Over naar de morsen.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS. En 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me.